Hoi. Goedendag. Ik zoek een speciaal boek voor mijn Duitse collectie. Der Eisbrecher. Nee, Eisbrecher. Uit 54. Een van de nazi heeft al zo'n verhaal geschreven over dat Hitler dan die communisten dan vreesde. Dat de communisten dus dan heel West-Europa zouden innemen. En daar heeft iemand in 54 eindelijk uitgegeven de Eisbreker. Heb je zo'n boek in je archief staan? Nee. Nee. Dat zou echt het kersen op mijn. Je wordt elke dag mee geconfronteerd, hè, met die dode herdenking. Dat zou een kerst zijn op mijn nazi-verzameling. Nacht und Nebel, de Untergang, hoe dat die van de Jong, hè, met het hele verhaal van hem. Lou de Jong met de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse. IJsbreker, ik ben er nooit van gehoord. Nee. IJsbreker. Ja. Zo'n nazi heeft dat geschreven over de angst van de communisten. Huh? En de communisten die wouden dus ook echt Europa overnemen. Je hoort het nooit in films over de fascisten. Nou, jammer. Als ik het heb, dan ga ik het heel duur aan jou verkopen. Ha, nee, dan moet je het houden. Nee joh, ik ga verkopen, geld maken joh. Ze gaan nou ook Mein Kampf in een normaal lettertype weer uitgeven. Ja, daar. Nou, dat is, toch niet is onleesbaar was het al en dan, nou ja. Dat is allemaal nog niet zeker, maar. Oh, en dan was er ook nog van die tekeningen van die. Hilter, je moet die naam gewoon verkeerd uitspreken. Had hij van die schetsjes gemaakt, toch? Wat zou voor 100.000 euro zo'n rotschilderijtje van die Hilter verkocht? Dat is toch ongelooflijk? Ja. Ik begrijp het ook niet. Ja, de naam, hè. Het werk zelf stelt niks. Ik wou als 7-jarig jongetje wou ik die man doodschieten. Dus ik kan me niet voorstellen dat je daar een boek van koopt. Maar goed, prettige middag nog, heren.